uit Kiona onder aanvoering van burgemeester en natuurlijk Maria. Diverse veteranen naar deze. Vorsting was samen met zijn vrouw traditioneel aanwezig bij deze herdenkingsdienst. Ook oud-burgemeester Rudy Boekhoven, die van 1976 tot 1987 burgemeester was van Veendam, was samen met zijn vrouw aanwezig. Ook waren er soldaten van het British Columbia Dragoons uit Canada aanwezig. En hier arriveert burgemeester Zwierstra samen met zijn partner bij het herdenkingsdienst. En u ziet het, de kerk loopt aardig vol voor deze herdenkingsdienst. En de burgemeester van Kiona, Colin Basran, maakt hier kennis met de partner van burgemeester Zwierstra. Traditioneel mag burgemeester Zwierstra alle gasten in de kerk verwelkomen. Dames en heren, vanmorgen tijdens de indrukwekkende plechtigheden ter gelegenheid van het plaatsen van de herdenkingsteden voor Joodse slachtoffers die zijn omgekomen na weggevoerd te zijn uit Wildervaart en Veendam, ben ik mijn toespraak vanmorgen als volgt begonnen. Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, op welke grond dan ook, is niet toegestaan. Herkent u het? Artikel 1 van onze grondwet. Een mooie samenleving, als je dat leest. Het kan niet zo mooi zijn. Zo Guus Meeuwels afgelopen zaterdag werd door de televisie uitgezonden concert van de vrijheid. Inderdaad, het kan niet zo mooi zijn. Dat is echter niet altijd het geval geweest en vandaag staan we daarom stil bij de zwarte periode in onze geschiedenis, waarin tijdens de Tweede Wereldoorlog de vrijheid en de mensenrechten met voeten werden getreden. Inmiddels is het alweer 70 jaar geleden dat die vrijheid werd hervonden? Of is het nog maar 70 jaar geleden? Maar hoe je dat ook voelt, wie de ogen sluit voor het verleden, is blind voor de toekomst. Dames en heren, ik heet u allen van harte welkom bij deze 4 mei 2015 in Veendam. De jaarlijkse herdenking van slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Burgers, militairen, Joden, Sinti, Roma en andere denominaties in de waarde geachte mensen. Maar niet alleen zij herdenken. Tijdens de nationale herdenking bedenken wij allen die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen of vermoord sinds de uitbreking van de Tweede Wereldoorlog. In oorlogssituaties, maar ook in vredesoperaties. Maar wat zij allemaal gemeen hebben, is dat zij het leven lieten in de strijd voor de vrijheid. Of sluit voor het verleden, is blind voor de toekomst. Dat is heel relevant. Het jaarthema van de herdenking in 2005. Het jaarthema inspireert om herdenken en vieren aan elkaar te verbinden. En de historische gebeurtenissen in verband te brengen met de actualiteit van dit moment.
En het orgel werd bespeeld door Douwe Kraster. En ook de burgemeester van Kelowna, de heer Colin Basran, hield een korte toespraak. En daarna las Delano Driehuizen het gedicht voor. Alles is op eens de hand nadat jij de sterren vraagt. Ik moet iedere avond vroeg slapen, maar ik weet niet wat ik nog speel. Ik wil naar je toe, maar wees als je weg, waar is je heen? Want op die dag speelde ik alleen in mijn kop, ik zei er niet meer uit. Ik mis je maar, ik kan niet vinden, ik ben je kwijt voor altijd. En ook Lotte Smit van de Viermaster las. Gedicht voor. Als je niet op bent, deze muziek mag je niet spelen. Dat boek zou je maar niet lezen, die foto zou je maar verscheuren. Met haar kun je weten niet gezien worden. Daar krijg je last van. Ik zou hem niet vergeten. Wat je straks alleen maakt, is geen doel om te worden. Verlang naar het midden van de vrijheid. Die je verspeeld hebt omdat je even de andere kant op keek toen je de muur werd weggemaakt. Oorlog. Ik weet hoe de mensen keken. De oorlog was voorbij. De angst was niet vergeten. Vandaag is dat als een middelbeter. Daar staat het nog. Blijf lang. De mensen die nu leven. Na een lange of grote tijd en heel oorlog komt het eind. De mensen die verschrikkelijke dingen hebben meegemaakt, vergeten dat nooit. Zoals Bert Valk en bij Wilt in ons Bosbroek. Vrijheid is kostbaar, kwetsbaar en niet vanzelfsprekend. Dat bezet je pas goed als je het niet krijgt. En daarna zongen Maria ten Hoorn en Annegine Spot het lied van de vrijheid. Thank you.
uit tellingen naar de orde. En zo door de orde, en zo door de mond. En Ozan Yılmaz las een gedicht voor namens de Turkse gemeenschap. Waren wij moedermiddels? Er is toch al vroeg in. Orkanen, honger, branden, laatst daar is een marmer, de gestorven helden. Waarom zijn jullie barmhartig? Leven horen niet dat gaat door. Welke taal spreekt u? De taal van velen is te begrijpen. Als vrede is wat men wil, waarom doet men elkaar het aan? Laat zien waar vrede voor staat en wat vrijheid betekent. Het is niet makkelijk om vrede in stand te houden. Laat alle problemen even rusten en praat over de volk. Voor de kinderen, voordat zij deze letter ook mee maken. Hou vrede en vrijheid in stand. En daarna volgde onder leiding van Douwe Kraster een samenzang. En na deze samenzang droegen leerlingen van de Winkler Prins en de Middle School Kilona gedichten voor. Per jaar zijn wij stil in Nederland. En in die paar minuten smeden wij een bad. Een bad met ons verleden. Met mensen die er niet meer zijn. Met mensen die wij niet kennen, maar die ons dierbaar zijn. Eén dag per jaar zijn wij stil in Nederland. Met hen die ons verlieten, smeden wij een band. Want door hun brug te dragen, kunnen wij de vrijheid.
In Flatiron's fields, the poppies glow. Between the crosses, row on row, that mark our place, and in the sky, the larks silvery singing, fly. Scarce heard humming the guns below. We are the dead, short days ago. We lived, felt dawn, saw sunset glow, loved, and were loved. And now we lie in Flanders fields. Take up our quarrel with the foe. To you from failing hands we throw. The torch, be yours to hold it high. If ye break faith with us who die, we shall not sleep. The poppies grow in Flanders fields. En u ziet het, de medewerkers van de afdeling communicatie lopen zenuwachtig heen en weer, want het programma loopt flink uit de hand. Na het muziek van Mariano Salcado Escudera maakt iedereen zich klaar voor de stille tocht. En hier arriveren de leerlingen van de Monsje Bekkerschool bij het Joods Monument. En voor een van de veteranen was de voettocht te zwaar en hij werd met een busje naar het Joods Monument gebracht. En daar had hij nog eventjes tijd om met de leerlingen te kletsen. En hier arriveert de stille tocht op de Prins Bernhardlaan. Thank you.
meester Zwierstra legt hier samen met Leo Vosdeen een bloemzak. En traditiegetrouw lopen zij ook langs de naamplaatjes van alle omgekomen Joodse inwoners. En namens de Raad van Kerken mag Mary van Vliet een bloemtak leggen. En ook de leerlingen van de Monsieur Bekkerschool leggen een bloemtak. En wethouder André Hammega legt namens de Stichting Naamsvermelding Tweede Wereldoorlog een bloemtak.
En hier neemt Leo Vosdeen afscheid van burgemeester Swierstra en gaat op weg naar het herdenkingsmonument in Wildervank. En de deelnemers aan de stille tocht gaan hier op weg naar de Engelse graven. En bij het Nationaal Monument liggen de bloemen al klaar. En sinds enige jaren staat er bij de Engelse graven een doedelzakspeler. En burgemeester Swierstra heeft er flink de pas in. En arriveren zodoende op tijd bij de Engelse graven. En de burgemeester van Kelowna mag de namen van de Engelse soldaten noemen. Sergeant Coogan. Sergeant Everest. Sergeant Guest. Sergeant Harmer. Sergeant Jackson. Sergeant Lord. Pilot Officer Monks. Sergeant Reynolds. Pilot Officer Rouse. Pilot Officer Vivian. En hier leggen gemeentesecretaris Arend Kastelein en burgemeester Swierstra een krans. Namens de stichting Jumelage, Gerard Tiemen en kolonel Douglas Walton.
En namens de stichting Jumelage leggen Gerard Sieben en kolonel Douglas Wolten een krans. En namens de Raad van Kerken mag Thomas Scheving een bloemstuk leggen. En bij het monument naast de kerk in het centrum van Veendam staan al heel veel mensen. De deelnemers aan de stille tocht en de herdenking bij de Engelse graven zijn hier weer op weg naar het Nationaal Monument. En terwijl iedereen een plekje zoekt, speelt het Winkler Prins Orkest gepaste muziek. En 8:01 klinkt dan het signaaltap toe en wordt er 2 minuten stilte gehouden.
En bij de herdenking worden de Poolse strijdkrachten niet vergeten. En hier klinkt het Pools volkslied. Dames en heren, allemaal van harte welkom bij de 4 mei herdenking van 2015. Dit jaar is het 70 jaar geleden dat de Tweede Wereldoorlog aan haar einde kwam. Vandaag 4 mei herdenken we in Nederland iedereen die sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen in oorlogssituaties en bij vredesoperaties. Graag geef ik u eerst het woord aan Armin Kornhorn van de Monsieur Beckerschool. Hij draagt een gedicht voor. Oorlog. Oorlog van toen en oorlog van nu. Een oorlog van alle tijden. Geweld, armoede en pijn. We zouden het moeten vermijden. Het is toch verspilde tijd. Waarom deden we het elkaar aan? Al dat gevecht en gestrijd. We moeten proberen elkaar te verstaan. We kennen allemaal een verhaal. Iemand die het voor ons beleefde. Een opa, een oma of een vriend. Vandaag staan we die gedachten aan hun centraal. Zij hebben voor de vrijheid gestreden. Zij hebben er alles aan gedaan. Ze hebben de spannende situaties niet vermeden. Door hen is de vrede ontstaan. Van de geschiedenis moeten we leren. Oorlog is zinloos en zorgt voor verdriet. Er zijn toch zoveel mensen die nu in de oorlog verkeren. Dat willen we toch niet. We willen de oorlog niet vergeten. Ze willen de verhalen horen. Misschien kunnen we met die kennis de oorlog van nu verstoren. Als we met z'n allen op de aarde, verschillend van geloof en kleur, wat meer naar elkaar zouden luisteren, dan pasten we met gemak samen door de deur. En ook bij het Nationaal Monument mogen gemeentesecretaris Arend Kastelein en burgemeester Zwierstra de eerste krans leggen. Namens de Stichting Jumelage Veendam Colonna, Martin Kool en Dick Kunhoff. Namens de Raad van Kerken, Thomas Greveling. Namens de schoolkinderen van Veendam, Daan Schoonmaker, Lotte Smit en Delano Driehuis.
Namens de Stichting Naamsvermelding Tweede Wereldoorlog, wethouder André Hamminga. Namens de Turkse gemeenschap İpek Seker en Osman Yilmaz. Daan de Schoonmaker van basisschool De Viermaster draagt nu een gedicht voor. Vandaag. Vandaag is opa weer op de vlucht. Hij ziet de bommenwerpers in de lucht. Ze vliegen richting Rotterdam. Zij zetten alles in vuur en vlam. Vandaag denkt hij aan de erevelden, waar hij 1000 kruisen telde. Zo gaat opa naar de bezettingstijd, denkend aan de dag dat we zijn bevrijd. Vandaag gaat opa naar het heden en sluit zijn ogen voor het verleden. Maar hoe het opa wendt of plooit, vergeten zal hij de oorlog nooit. Dan nodig ik u nu uit voor het défilé en het leggen van de overige bloemen en kransen. Daarna bent u van harte welkom in cultureel centrum van Berestein voor een kopje koffie of thee. Ik dank u hartelijk voor uw aanwezigheid. Thank you.
Tot zover onze reportage over de herdenkingsbijeenkomsten in Veendam.